Eindhoven telt tientallen maatschappelijke organisaties. Maar wat doen zij eigenlijk en wie werken er? In Mensenwerk nemen we elke week een kijkje achter de schermen. En vandaag zijn we te gast bij Archipel. Ik ben Heidi Melsen. Ik ben woonondersteuner bij Archipel de Eerbrand. Wij zorgen voor het welzijn van onze bewoners en dat ze vooral een hele fijne daginvulling hebben op onze afdeling Het Koraal. Wij vinden de maaltijden een heel belangrijke daginvulling van onze bewoners. Want in de ochtend natuurlijk gewoon een ontbijt. In de middagmaaltijd hebben ze altijd heerlijke verse soep en een gewone lunch. En in de avond bereiden wij 7 dagen per week een verse maaltijd die wij ook gezamenlijk met onze bewoners maken. Want als je dan gezamenlijk aan het bereiden bent, dan komen er natuurlijk altijd gesprekjes naar boven. En dan kun je ook vooral inspelen op de behoeftes van de bewoners, natuurlijk wat ze lekker vinden met de maaltijden. Want wij kunnen wel een invulling geven, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er echt goed geluisterd wordt naar de bewoners. Zullen we dat vanavond gaan maken dan? Dan hebben we al de aardappels en dan kunnen we vanmiddag nog eventjes de aardappels en de uien halen. Wij zijn van afdeling Koraal al een aantal jaren een zelfsturend team. Wij zijn met welzijn en de zorg echt één team. We krijgen ook van de zorg ontzettend veel ruimte om met het welzijn van onze bewoners bezig te zijn. Dus als we ooit met de bewoners in de tuin gaan zitten om te lunchen of gezellig wat te drinken of een borreltje te nemen, dat het aantal bewoners die niet meer in staat zijn om bij wijze van mee naar beneden te gaan, dan nemen hun die taak eventjes voor over. Zullen we misschien beginnen om alles al klaar te zetten voor de visio? Dat ik hier alles klaar zet. En jij misschien de bewoners al uitnodigt? Maken we een rondje? Ja, dat is misschien wel het slimste om te doen. Dat de mobiele mensen vast naar de plek brengen. Fijn, dank je. We hebben een aantal dagen in de week vaste activiteiten op de afdeling. Waaronder bijvoorbeeld de gym met de stagiaire van de visio. En als je dan ziet hoe enthousiast de bewoners worden daarvan en hoe blij en zo enthousiast meedoen. En ook vooral omdat wij dan meedoen, dat we erop in kunnen spelen met de bewoners, om ze daar meer te prikkelen en te activeren. En daar word ik heel blij van. Vanochtend was het eigenlijk weer zo fijn met Carlijn tijdens de gym. Vind je het misschien een idee om Carlijn ook op donderdag te vragen dat we deze activiteit voor 2 dagen per week op de afdeling doen? Ja, dat is wel een superleuk idee. Dan gaan we het voortaan vast op maandag en op donderdagochtend doen. Dan vraag ik Carlijn of zij dan ook beide ochtenden de gym wil geven, zodat de bewoners haar leren kennen en zij de bewoners ook steeds beter leert kennen. Ik heb niet specifiek voor dit vak gekozen. Ik ben er eigenlijk per ongeluk ingerold, waar ik nog steeds heel erg blij ben. Ik denk dat dit vak echt op mijn lijf geschreven is. Ik ga met heel veel plezier naar het werk en ik vind het iedere dag een genot om met deze doelgroep bezig te zijn. Omdat je er heel veel liefde voor terugkrijgt. Dat iedere dag anders is. En ik vind het vooral heel leuk dat je steeds iets meer bereikt bij de bewoners. Dat ze zoveel vertrouwen in je hebben. Dat ze zich zo veilig en thuis voelen. Dat je echt een maatje voor ze bent. En nu heb ik voor mezelf ook besloten dat ik de woonbegeleidersopleiding wil gaan doen. Omdat ik echt wel verder wil. Voor mij was het een complete verrassing dat ik de zorg zo ontzettend leuk vind. En misschien is het wel voor meer mensen een overweging om in de zorg te komen werken.